Nico Aaldering heeft een paar grote liefdes in zijn leven. Zijn vrouw, zijn kinderen, maar bovenal zijn auto's. In de box speelde hij al met Dinky Toys en die passie voor oude auto's is alleen nog maar gegroeid. Wat hem betreft is het met auto's net als met wijn. Hoe ouder, hoe beter. In zijn gallery gaat hij op zoek naar een mooie klassieker waarmee hij zich aan Werner kan meten. Ja, die Werner heeft me gebeld. En die komt met een Ferrari Roma. Hij zegt, zoek jij dan nog eens even een Ferrari wie erbij past. Ja, er is er maar één natuurlijk. Er is maar één auto, klassieke auto, die bij de Roma past. En ik zal het laten zien. Ja, hier staat hij dan. Kijk eens, onder de plastic. En zult je denken, staan al die auto's onder plastic? Nee. Maar ze zijn hier aan het schilderen. Af en toe moeten we onderhoud doen. Een Daytona, zo'n uitgebalanceerd model. En de techniek en het model kloppen helemaal met elkaar. Ik vind zelfs een Daytona de best rijdende auto van de jaren 70. Hele dikke motor, prachtig model. Een gerenommeerd Engels autoblad riep het Daytona in 1973 uit tot de beste Ferrari aller tijden. Vind ik wat overdreven, maar journalisten overdrijven altijd. Maar hoort dan bij de top 5. Kijk, de meeste Ferraris zegt men moet rood zijn. Rood is ook wel mooi. Rosso. Maar we hebben er nog één en die is blauw. En daar gaan we vandaag mee rijden. Die ken ik vanavond tot God, want die heb ik al 15 jaar. Kom, laat ik zien. Het gaat hierom. Dit is mijn lievelingsauto. Zo, met wel 4 uitlaten. Ik rijd hier heel veel mee. Ik kan wel zeggen dat ik hier minstens 5 tot 6 of 7.000 kilometer per jaar mee rijd. Dat is veel voor een klassieke auto. En waarom? Ding rijdt als speer. Kijk, bij Ferrari roepen ze dat de Roma, de nieuwe Roma, is afgeleid van de Portofino. Lulvaal. Hij is afgeleid van de Daytona. Want ik zal het straks laten zien bij Werner. Als ik ze naast elkaar heb staan, dan zult u zien dat ze enorm veel gelijkenis hebben. Het ontwerp van de Roma heeft vroeger zijn jeugd gegarandeerd bij de Daytona staan kijken. Dat kan niet anders. Als kind stond hij bij de Daytona te kijken. Denk je, jezus, wat een mooie auto. Uiteindelijk komt hij bij Ferrari te werken en mag hij hem tekenen. Dan denkt hij, ik ga een Daytona tekenen. Maar die hebben we al. Maar hij lijkt er verdomd veel op. Ik zal het u vertellen. Hij is ook mooi. Werner zal het tegendeel bewijzen. Maar die krijgt hij geen gelijk in, hoor. Die naam Daytona die is eigenlijk nooit erkend door Ferrari zelf. Ferrari zegt, we hebben het nu over Daytona, we hebben het over 365 GTB4. En wij roepen in de volksmond Daytona. Waar komt dat dan vandaan? In 1968 haalden ze op het circuit van Daytona plaats 1, 2 en 3. En toen hebben de journalisten hebben hem omgedoopt, dat is dan het verhaal of het helemaal klopt, weet ik niet, omgedoopt door Ferrari 365 Daytona. Zeg maar. De waarheid zal ergens in het midden liggen, ik weet het niet. Maar daar komt de naam Daytona vandaan. Maar Ferrari, vandaag de dag, vinden ze nog steeds dat die 365 heet. Met Ferrari praat men nooit over Daytona. We hebben hem nooit verkocht als Daytona, zeggen ze. En dan houden ze al 40 jaar vol. Eigenwijs Italianen, hè. En Daytona is toch veel leuker als 365 GTB4. Dat iedereen kunnen bedenken. Daytona niet. Nico wijkt even af van zijn route om aan te gaan bij Jan Stuivenberg, die met zijn oorlogsmuseum herinneringen levend wil houden, maar die zelf ook een bekende coureur is geweest. De maatjes ontmoeten elkaar. Ja, mensen, ik ken heel veel mensen met gekke verzamelingen en noem maar op. Maar deze vent, hij is 82 jaar, sterft de moord van de energie. Het is een oud marinier, u ziet het. En die man heeft een verzameling, klinkt als een klok. Hey Jan Stuivenberg. Hij zegt, als je geen gebak meer brengt, krijg je geen koffie. Dus we gaan maar beginnen met gebakken koffie. En eens kijken of hij er is. Jan, waar zit je? Ja, waar ben je? Ja, oh ja, ik kom eraan. Nee, ik moest een manschap even toespreken. Want we zitten vol in een oefening namelijk. Hij is vol. Ook helemaal gek, hè? Ja. Hier, gebak. Ja. Oh, dat is hij. Jammer. Ik dacht dat jij in de lijn deed, Nico. We hebben het de vorige keer uitgebreid over gehad. Dat wij moeten zorgen dat onze oliedruk overeind blijft. En dan kan je niet meer terug. Dat ding allemaal. Ik wil, als ik 82 ben, net zoveel energie hebben als jij. Nou, dan heb jij een groot probleem, maar dan kun je verloppen. Eerst maar bij mij in training. Ik ga even een ander geluid uitdoen, anders kunnen we elkaar niet meer vergaan. Wacht even. Kijk, Jan heeft dus een oorlogsmuseum. Ja. Van het allerbeste soort. Hier vind je werkelijk alles. Alle details. Ik ben hier vorige week geweest, ik heb morgen uitgekeken. Engels, Duitsers, Amerikanen, alles, hè? Alles wat met Nederland te maken heeft gehad. Alles wat hier staat, dat heb Nederlands-Indië gedaan. En Normandië. Maar dan ga ik, ja, je stelt me vragen en ik ga ze beantwoorden. Kom, makkelijker kan het. Jan,
Hoe is dat begonnen hier? Nou, dat zal ik je zeggen. Wanneer is dat begonnen? Nou, ik ben eigenlijk heel lang bezig, al vanaf mijn jeugd. Alles wat hier staat, draait en werkt. Ik kan alles nu zo starten, het loopt meteen. En dat doe ik gewoon. Het zit in die kop en het moet gewoon gebeuren. Rij je ook met die dingen? Ja, natuurlijk. Dus je rijdt met het ding gewoon de straat op? En die erachteraan en hij erachteraan. We maken een hele kolonne. En dan rijden we gewoon 5 mei door het Gooi. Vinden ze prachtig. Dus als ik goed begrijp, weten ze eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten als je jou ziet rijden. Maar nee. Je hebt geen kenteken? Nee, niks. Ik heb er wel een zwaailichtje op en die gaat er heel gauw af. Maar de machinegeweren bijvoorbeeld, die zijn allemaal met hoesten eroverheen. Nou ja, hier ontvang ik allemaal mensen. Ja. Groepen hier kan ik met de dingen bij over 80 man kwijt. Dat, maar wat is dat allemaal? Nou ja, dat is mijn racetijd. Ik heb dus, kijk, dat kun je daar zien. En hier al die foto's hier ook. Ik heb gereden vanaf 68 tot 72. Ik heb de snelste tijd met Porsche op mijn naam staan. Ja. Mooie auto's heeft hij ook. Dus dan kun je zien, als je rondkijkt, dan zie je dat hij... De gekste auto's, Lamborghinis. Nee, geen. Ik heb Jaguars, XJ220, F40, Boxer 512, EB110, Supersport, 959, Porsche, ga zo. Maar ik ben een hart en hier een Alfa-man, maar later ben ik een Porsche-man geworden. Om de gerezen met die dingen. Ik ben de oudste Porsche-rijder van Nederland. Ja, nou, let wel. Er is niet één ouder, want Albert, hoe heet Albert? Van, Westerman. Ja, die heb ik een interview mee gedaan. Die is laat. Ik ben de oude. Ik rij al vanaf 1958 rij Porsche. Reken maar uit, 82. Dus hij is niet alleen van het museum, hij is ook groot autoliefhebber. Porsche-man, ja. Zeg nou dat je Ferrari en Porsche-man bent, dat is toch veel leuker? Nee, Ferrari, dat is... kijk, een Porsche is het, daar gaat een Porsche. En bij Ferrari, kijk eens wie zit erin. Dat is verschil. Ik bouwde mijn Porsche zelf, hier onder de 1,40. Heb nooit iemand gedaan, Sam. Oude circuit, hè? Hadden we nog hekken. Ja, kijk, met Gijs van Lennepie zo, hier, kijk, hier sta ik vooraan. Hey, Arie Rusk, een carrière zetje, die sloopte ik. Hier, rond de voorsprong. Jongen, er waren allemaal... Hier heb ik weer een wedstrijd gewonnen. Ja, hou op, man, hier moet eens kijken. Maar Jan, we zijn het toch wel. Je hebt wel een heel bewogen leven, hè? Zeer bewogen. En dan vertel ik je niet eens alles. Nee. Zullen we het niet over de vrouwen hebben dan? Want dan gaat het helemaal de verkeerde kant. Gaan we het niet over hebben. Nee. Want als jullie denken, hij heeft natuurlijk een Rijkaard, die laat alles doen. Rijkaard doet alles zelf. Rijkaard doet alles zelf. Ik koop niemand aan mijn spul, doe ik allemaal in mijn eentje. Hup, gaat eentje weer dicht. En als er wat kapot is, ga ik vanavond nog aan de gang. Mooi. Weet je wat ze bij Tonen nou zo mooi maakt ten opzichte van zijn voorgangers? De voorganger was de wereldberoemde 275 GTB. Hele kostbare auto. Heel beroemd, bla 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 bla. Maar het is een hele keurige auto. Dit is gewoon een heel ruige bak. Kijk, bij Amerikaanse uitvoeringen was vaak de bumper het lelijkste van de auto. Want er waren veiligheidsvoorschriften. Dat is bij deze niet het geval. Want deze auto is de showcar van Genève in 1971. Deze auto toevallig. Alleen, ik zit nog naar die bumper te kijken, nou hier toch zo staan. En dan denk ik, ga ik vanavond thuis komen, ga ik die bumper eraf schroeven. Geloof het of niet? Ik ga hem eraf schroeven. Ik denk dat hij namelijk veel mooier is, want deze hoek komt veel mooier uit. Hoezo designproblemen? Alles klopt aan die auto. Brutaal, mooi, beetje beschaafd, dikke motor, veel plezier, goed geluid. Ik wil alleen je vrouw thuis laten, anders kreeg je een gas geven met die...